Er zijn kerken die zich helemaal geen zorgen maken over teruglopende bezoekersaantallen. Er zijn kerken die zich eerder zorgen maken over ruimtegebrek. 1000 tot 3000 mensen komen hier iedere zondag samen. Deze kerken zijn de evangelische kerken en religiewetenschapper Paul Vermeer heeft als een van de eerste in Nederland onderzoek gedaan naar deze stroming binnen het christendom. Paul, kun jij heel kort iets vertellen over waarom de evangelische kerken zoveel mensen aantrekken? Wat we nu uit het onderzoek, wat uit ons onderzoek naar voren komt, dat is dat het zeer religieuze mensen trekt. Mensen die echt een soort innerlijke religieuze ervaring vaak beleven. Die ook uit echt intrinsieke religieuze motieven naar die kerken gaan. En die om die reden vaak overstappen vanuit meestal de protestantse kerken naar zo'n evangelische kerk. Dat is een hele belangrijke factor, blijkt uit het onderzoek. Vanuit een soort bekeringservaring of zo. Ze hebben zeker een bekeringservaring. Ja. Althans, men rapporteert dat de meesten rapporteren dat ze een bekeringservaring hebben. Het zijn zeker geen religieuze zoekers en het zijn ook geen mensen die ik wil ergens bij horen en de kerk geeft mij een prettig sociaal verband. Ja. Een ander punt wat daarbij komt, denk ik, is ook dat mensen zijn staan stevig in het geloof. Je zou zeggen orthodox. Onderschrijven eigenlijk alle christelijke doctrines of dogma's. En dat is ook iets wat je bijvoorbeeld in de katholieke kerk of in de reguliere PKN-gemeente niet meer tegenkomt. Nou, dankjewel voor deze inleiding. We horen er binnenkort meer over. Oké, graag gedaan.